Ja, en start is gevallen op haar mispasjes achter de auto van Hanushka, maar dat draaft wel meteen weer. Duel om de leiding. Indian Horse gaat voorbij aan de trainingsgenoot Ithaca. En ook de stalgenoot. En Ithaca kan niet naar binnen, want aan de relingszijde loopt Ginger Duchef. Helemaal aan de buitenkant gaat Driedik de bocht in, Harmony du Nord. Ze gaan de paarden de bocht door en het is Indian Horse die dan leidt. Nummer 2 galop. Indian Horse leidt aan de buitenkant, gaat Ithaca hem nu aanpakken. Het zal op een vriendschappelijke manier gaan. Uitgeschakeld nummer 12 galop. Want de beiden staan in dezelfde stal en Ithaca mag de leiding overnemen. Ithaca, Indian Horse, daar komt aan de buitenkant Giel Wildhagen al naar voren met Irul Guy. Vierde plek aan de relingszijde is voor Ginger Duchef. En daarachter komt aan de buitenkant opzetten Iron Love met Ruud Pols. 1-11-9 is de opening. Ze gaan de paarden op weg naar de volgende bocht. Galopaden in de staart van het veld van het paard van Misha Brouwer, Gavin Griff. Gavin Griff sprong eruit en zo gaan de paarden de linker bocht in. Leiding in handen van Ithaca. Ithaca aan de buitenkant druk van Irul Guy. Daarachter aan de relingzijde Indian Horse. Buitenkant daarnaast ligt een gigant van een outsider, Iron Love. Daarachter aan de relingzijde volgt Rick Wester met Ginger Duchef. Zesde aan de buitenkant is Harmony du Nord. Zevende ook aan de buitenkant is Hanushka. En daarachter ligt aan de relingzijde Tom Kooijman met Happy Tolleville. Hekkensluiters op dit moment. Aan de relingzijde ligt Hennessy als voorlaatste. En nu laatste aan de buitenkant naast hem loopt John Dekker. En John Dekker heeft in deze koers Gaelic de Vandel. Ze zijn de paarden alweer in 900 meter van de finish. Gaan de voorlaatste bocht in. En de proppen gaan er nu uit bij Ithaca. Ithaca staat onder constante druk van Irul Guy. Daarachter aan de relingzijde krijgt een koers op maat Indian Horse. Hetzelfde geldt aan de buitenkant voor Iron Love. En daarachter ligt Ginger Duchef. Geen veranderingen. Van achteraf komt op dit moment weinig. En het is in de rechte lijn overzijde Irul Guy die nu een lichte voorsprong neemt. Irul Guy gaat voorbij aan aan Ithaca. En de rijder van Ithaca zit om zich heen te kijken, want hij weet dat hij Indian Horse vasthoudt. Die ligt achter hem en die wil er eigenlijk wel uit. 17-4 de tussentijd. En zo gaan ze de laatste bocht in. Irul Guy is daar als eerste, Iron Love als tweede. Daar gaat nu de ruimte komen voor Indian Horse, maar die is inmiddels ook al voorbij gelopen door Ginger Duchef. Halverwege de Charda-bocht gaat Ginger Duchef als een speer. Ginger Duchef aan de buitenkant komt naast Irul Guy. Daarachter ligt Indian Horse en Ginger Duchef komt als eerste de laatste rechte lijn in. Ginger Duchef aan de buitenkant de favoriet. Dat is Indian Horse, die probeert hem nog bij te halen. Maar Ginger Duchef gaat heel sterk. Ginger Duchef en Rick Wester. Lengtevoorsprong gaan ze nooit meer weggeven. Ginger Duchef, enorme verrassing. 14-5 de laatste 500 meter. Die wint hier. Indian Horse is tweede. En plaats 3 gaat aan de buitenkant naar Hanushka. 15-3 voor de winnaar.